Ik ging me afvragen, omdat ik me wel best wel veel verdiep in wat voor effect de textielindustrie heeft op de natuur en nou ja, dan op de arbeiders en dat soort dingen. Dan kom je er al heel snel achter dat er allerlei chemicaliën worden gebruikt in het proces om textiel te ontwikkelen. En op een gegeven moment dacht ik, het is helemaal niet logisch dat op het moment dat het textiel af is, dat dan ineens die chemicaliën eruit zijn. Dus wat wij dragen is dat wel veilig. Onze huid is ons grootste orgaan, het heeft een absorberend vermogen, dus het moet dan die chemische stoffen ook op kunnen nemen. Maar kan je dat dan dus ook omdraaien eigenlijk? Kan je ook zorgen dat je iets positiefs afgeeft aan je huid en aan je gezondheid dus ook door middel van textiel? Ik ben samen met Ronald naar het archief gegaan en daar konden we gelukkig nog terugvinden welke kruiden er hebben gegroeid in de tuin van het Begijnhof van Z33. En toen ben ik uiteindelijk gekomen tot de selectie van rozemarijn, salie en kamille om daarmee te gaan verven voor de quilt. Omdat die bijvoorbeeld een hele antiseptische werking hebben, dus dat wil zeggen dat er bacteriën gewoon niet goed groeien en dat kan natuurlijk een positief effect hebben als je dat in je textiel verwerkt. Ik zie mijn rol eigenlijk als een soort eye-opener voor de consument. En tegelijkertijd hoop ik dat ik daar dus de industrie mee wakker schud. En dat is ambitieus, denk ik. Maar ik ben nog jong.